De bobslee is onderweg, maar het gaat allemaal gebeuren, want we zijn de hele week weer in Oostenrijk. Dus ja, daar moet die bobslee bij zijn, want wie heeft er ooit in een bobslee gezeten? Dus volgens mij wil het Nederlands publiek in die bob. Hoeveel tenten doen jullie aan hier in het Tiroler land? Nou, wij gaan er een stuk of 6-7 doen. Wij zitten niet alleen hier, maar we zitten ook in andere gebieden van Tirol en Salzburgerland. Dus nee, wij vermaken ons wel hier. Maar het is niet alleen maar vertier, het is ook gewoon keihard werken voor ons. We zitten hier een paar weken per jaar in het Oostenrijkse land. En kijk, ons werk gaat natuurlijk ook door in Nederland. We hebben naast het zingen ook onze eigen jobs. Het is gewoon allebei hartstikke leuk. En ja, om het feest te bouwen hier is altijd een leuke bekomstigheid. Al die Nederlanders die hier daarvoor naartoe komen. En je moet het samen doen, zeg ik altijd. En dat lukt over het algemeen wel met Nederlanders. We zijn weer bezig. We zijn alweer bezig voor volgend jaar met voetbal. Want dan gaat Nederland natuurlijk naar Brazilië toe. Het is wel een heel eind weg. Maar volgend jaar is er ook maar weer zo heel dichtbij. Ja, als Nederland zich kwalificeert zijn we van de partij. Dat is absoluut zo. Maar wij willen vooral interactief hele leuke liedjes blijven maken. Waar de Nederlanders zich vooral weer bij kunnen vermaken. We zijn natuurlijk samen onderweg. Zo ook weer nu naar Oostenrijk. En dan komen die ideeën wel weer. En dat gebeurt ook in Nederland als we wat kortere tripjes hebben. Ja, dat is juist het leuke. Ideeën komen spontaan. En dan een dag later werk je het bij wijze van spreken al uit. Dus wij weten nog niet wat er morgen gaat gebeuren. En dat is juist leuk. Ja, we zijn ooit allebei, ja, je staat op een stel van DJ geweest. En toen ging dat een beetje over in karaoke. En toen dachten we eigenlijk altijd met karaoke is het zo dat mensen in het begin van de avond zelf niet willen zingen. Dus dan moesten wij altijd aan de bak. En later als de mensen een paar biertjes op hebben, dan gingen ze zelf wel zingen. En toen zeiden we eigenlijk, waarom gaan we niet gewoon helemaal een act in elkaar zetten. En we waren natuurlijk al Oranjegangers, echte fans van het Nederlands elftal. En toen is dat de eerste plaatje eigenlijk Schreeuw voor de Oranje Leeuw geworden. Ja, en dat was eigenlijk meteen al wel een redelijk succesje. Ja. Ik vind het belangrijkste dat we ook onderling heel veel lol hebben. Ook met zo'n reis hier naartoe. En als je dat niet meer hebt en je hebt geen lol meer aan, dan moet je er ook wel mee stoppen. En dat, zolang we er nog lol in hebben, doen we nog een paar jaartjes door. Absoluut.